De brieven van de Hindoestaanse immigranten met hun familie in India, de Calcutta-brieven, zijn vereeuwigd. In het kader van 149 jaar Hindoestaanse immigratie is de tiendelige encyclopedie van de Calcutta-brieven uitgegeven. Deze is vandaag in het Lalaroek-gebouw gepresenteerd en overhandigd aan het Nationaal Archief. Een deel van de migratiegeschiedenis, waarover er niet vaak is geschreven, vastgelegd. Hiermee wordt de emotionele dimensie in de relatie tussen familieleden die vertrekken en zij die achterbleven naar voren geschoven. Minister Reshma Kuldeep Singh, die president Chandrika Prasad Santokhi vertegenwoordigde, herinnerde de aanwezigen eraan dat de Hindoestaanse voorouders het hebben gedaan zonder stroom- en wateraansluiting. Ze meent dat veel Hindoestaanse nakomelingen niet realiseren wat hun voorouders hebben moeten doorstaan. Je moet heel veel moed hebben, heel veel guts hebben om je hele familie te laten of achter te laten. Of maakt niet uit of het een kleine ruzie was, of maakt niet uit om welke reden of financiële redenen. Om maanden te varen naar een land waar je niet kent, dat eigenlijk Sri Ramdes werd genoemd en Suriname was. Ik moet zeggen, als ik kijk naar de voorste reis, zie ik de toekomst van Suriname, al de kinderen. En ik denk, we moeten trots zijn dat we vandaag hier staan. We weten niet, hier bedoel ik. Zij zijn vandaag. Dus dat we trots moeten zijn. De encyclopedie is door de Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie overhandigd aan minister Kuldeep Singh. Op haar beurt heeft ze deze overhandigd aan de directeur van het Nationaal Archief Suriname, Rita Chinfu Harjo Mohammed. De minister deed dit omdat de informatie van het archief is gekomen en het is belangrijk dat het ook daar terug gaat. Chinfu haalde aan dat archieven de mogelijkheid bieden de geschiedenis of het verhaal van onze voorouders te ontdekken en onze cultuur te omarmen. En ook om te begrijpen waar wij vandaan komen. Het kan onze ogen ook doen openen voor hoe mooi en hoe uniek wij zijn als persoon, als groep en eigenlijk ook als natie. Het kan onze eigenwaarde en onze identiteit bijbrengen, maar ook versterken. En deze brieven zijn langer dan 100 jaar oud, of misschien zelfs langer en jonger. Ze zijn, in principe zijn ze de voetsporen die onze voorouders ons hebben achtergelaten. Op 5 juni worden de Hindoestanen herdacht die om verschillende redenen naar Suriname zijn gekomen. Ook wordt stilgestaan bij wat zij hier hebben meegemaakt in de contractperiode. Tevens wordt hun beslissing dat zij voor dit land hebben gekozen gevierd. Vandaag is er ook een mini-Hindoestaanse immigratie-expo geopend in het Lalaroek Museum.